Good morning, YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Elite NL en dit is de klas waar ik vandaag mee speel. Oké, het is een shotgun. Wauw. Ja, hoezo nou in ene een shotgun? Nou, dat zou ik jullie eens eventjes gaan vertellen. Ik zat, natuurlijk ben ik subscriber en ben ik super fan van Paul van de King77NL. Nou, die zag ik spelen met een shotgun. Ik denk, oh ja. Black Ops 1 speelde ik ook altijd met een shotgun. Tenminste, niet altijd, maar vaak. En dat was dan de Spas 12. En daar ging ik eigenlijk altijd wel lekker mee. En ik zat die fitzo te bekijken en toen moest ik eigenlijk een beetje gaan denken weer aan de goede oude tijd. Ja, toen had ik zoiets, nou weet je wat, ik pak ook mijn shotgun en ik ga een potje spelen. Nou, ik weet niet wat dat is vandaag, maar vandaag heb ik tot nu toe al twee keer host in mijn crazy gehad. Dit is een potje. Ja, je denkt misschien van, wat speelt die gozer broer? En dat kan, als jij dat denkt. Dat vind ik op zich niet eens verkeerd. Als jij denkt van, Jeff, wat ben jij fucking slecht. Ja. Ik zal je één ding vertellen. Net had ik ook gezegd, jongens, de game is redelijk speelbaar, weinig headglitches en dat komt door de goede connecties. Nou, ik heb de commentary geüpload. Ik ga weer een game spelen. Ik ben niet eens aan het uploaden, dus het ligt zeker niet aan mij. Maar we joinen dit potje. En het lekt onwijs. Als een ziekte. Echt waar. Het is niet speelbaar als het zo lijkt. Maar ik had zoiets, ik zei tegen die jongens waar ik mee speelde. Af en toe zie je die namen naast de map nog wel eens komen. En dat komt omdat we in de party zaten. Dan neemt hij dat ook keurig netjes op. Maar dan zie je, toen zei ik ook tegen ze. Wat een mogol ben ik. Maar toen zei ik ook tegen ze. Van ik ga deze gewoon uploaden. Kijk hier, dit ook. Je moet 40 keer schieten. Je kan bijna niet aimen. Want dat komt gewoon door die fucking lag. Maar ik ga deze gewoon uploaden. Zodat mensen ook kunnen zien dat het af en toe op de Xbox gewoon niet te doen is. Oké, en dan over de shotgun. Ja, daar kan ik eigenlijk weinig vertellen. Of je goed speelt of je lekker speelt, dat weet ik niet. Want ja, ze zijn bijna niet te raken door de lag. Ik heb wel mijn long barrel heb ik vrijgespeeld. En die ga ik ook zeker erop zetten. En ik ga zeker eventjes kijken hoe dat speelt natuurlijk. Ik hoop dat ik wel een aantal goede potjes ermee haal. En ja, in verband met de lek ook. Maar ja, als jullie dan vaker van dit soort gameplays willen zien met een shotgun, laat me eventjes weten. Laat het even achter in de reacties. Het zijn hele andere gameplays. Want als jij rust met een MSMC, als ik dat goed zeg, een submachine gunnetje, dan speel je weer heel anders dan met een shotgun. Als jij met een sniper speelt, dan ben je gewoon speel ook weer heel anders. Ik ga het er niet eens meer over hebben. Maar dan, ja, weet je, je krijgt een heel andere gameplays. Dus ik heb zoiets van, nou, vinden jullie het leuk om eens een keer gewoon meerdere gameplays te zien met een shotgun? Laat het me dan even weten. Dan ga ik daar natuurlijk mijn best voor doen om daar een paar mooie potjes mee te halen. Dit is niet echt een nice gameplay dat je zegt van, wauw, wat een hoge score of wauw, wat ben je goed. Maar dat komt gewoon door de lag. En natuurlijk, iedereen weet ook gewoon. Daar lul ik ook niet overheen of zo. Dat zeg ik ook gewoon heel eerlijk. Ik ben geen pro-gamer. Ik ben gewoon een amateur-gamer die een beetje YouTube-filmpjes maakt. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En daar doe ik het voor. En ja, natuurlijk, ik ben geen, weet ik veel wat, zo'n fucking Amerikaan die gewoon 60-0 haalt en zo, weet je? Nee. Ik vind dat trouwens ook niet echt leuk zelf om naar te kijken. Dat is niet echt jaloezie, maar tuurlijk, het is wel leuk om naar te kijken. Maar ja, weet je, je weet wel wat ik bedoel, toch? Ja, hier komt een hele nice kill aan. Bam. Bits. Beetje je ramen te lappen daar de hele tijd. Huppatee. Tomahawk in je oog. Klaar. Dood. Als je over je tomahawkie heen loopt. Nee, volgens mij noemen ze die anders, hè? Nou, het maakt ook niet zoveel uit eigenlijk. Maar goed, als je er gewoon overheen loopt. Je hoeft niet eens meer op blauw te drukken. Of op de X te drukken. Of op, ik weet niet wat dat is bij, bij PS3. Maar bij ons gewoon op blauw te drukken natuurlijk. Op X.
Dan kun je hem weer oppakken, maar hier is het gewoon Black Ops 2. Je loopt eroverheen en je hebt hem alweer. Dat vind ik wel erg makkelijk. Godsamme, een beetje de last van de hik. Ja. De shotgun. Nou gaan we even switchen. En je ziet al 15 om 5. Op zich gaat dat niet eens al heel verkeerd. En echt waar, ik vind het gewoon veel leuker om met een shotgun te spelen dan met een sniper. Niet dat ik het niet kan, sniperen. Want ja, ik heb ook nog wel gameplays. Dus pak ik een sniper op en dan doe ik 2 quickscope en de andere noscope. Het gaat helemaal nergens over. En het is ook misschien nog wel leuk om te vertellen. Ik heb nog tijd zat en ik moet de tijd ook een beetje vol praten natuurlijk. Zoals jullie weten ben ik van de week bij Fish geweest samen met Vincent van de Dutch Turms. En ja, Paul kwam ook nog even en toen hebben wij op een gegeven moment een videootje geüpload. En dat is een videootje die staat op het kanaal van Fish. Ik zou zeggen, ga gewoon even naar het kanaal van Fish. Ik denk dat iedereen ook wel subscriber is en anders vul je hem gewoon eventjes in de zoek. In het zoekgedeelte van YouTube vul je gewoon in FishinatorNL en dan kom je gewoon op zijn channel. Daar staat een videootje op. Die doen wij live met facecam. En wat gaan we daar doen? Wij gaan geblinddoekt. Dat is wel grappig. Dan gaan wij geblinddoekt. Gaan wij gewoon online spelen. Dus wij zien niks. Wij horen niks. De gamegeluid staat ook helemaal uit. Het enige wat wij horen is degene die je helpt. Bij Vincent hielp Paul en bij mij hielp Vis. En ja, dat is wel leuk. Hun moeten je aansturen, hun moeten zeggen waar je heen moet lopen, hun moeten zeggen waar je moet schieten. Dus het is constant links, 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 rechts, 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 rechtdoor, rennen, 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 bukken, springen. En dat maakt ook allemaal niet uit, maar dat was gewoon erg lachen. Ik vond het erg lachen om te doen. En daar hebben we gewoon een commentary van gemaakt. En ja, dat hebben we ook een beetje gedaan om te bewijzen, of tenminste om te bewijzen, om ook een beetje te laten zien dat in ieder geval mij, Vis, Paul, zeg ik zachtjes, Vincent, het boeit ons niet, die stats boeit ons niet. En het is gewoon, het gaat meer ook om de game. Tuurlijk ben je er wel mee bezig, hou je een beetje je stats omhoog. Maar het ziet er ook een beetje knullig uit als jij bij iemand zijn stats gaat kijken en dan staat 0,01 KD. Weet je? Dus ja, dat moet je toch wel een beetje op één houden, vind ik. Maar goed, af en toe eens even een paar potjes een beetje lopen kloten. Ik vind dat op zich wel leuk. En misschien ga ik ook nog wel eens een keer een videootje maken met de jongens. Dan ga ik gewoon, dat schiet me nou net te binnen. Dan ga ik gewoon, doen we gewoon in private match of zo. Geblinddoekt zitten, dan gaat mijn meisje mijn helpen van links, 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 rechts, rechts, rechts. Ik ga natuurlijk geblinddoekt zitten. En dan speel ik tegen Paul, ook geblinddoekt. En die krijgt een beetje support misschien van Jamie of zo. Maar dat is niet eerlijk, want Jamie kent het spel heel goed en mijn meisje niet. Ah, maakt het niet uit, weet je. En Fist die krijgt we hulp door zijn meisje. Erik krijgt we hulp van zijn buurmeisje. Zo Erik, dan help ik je weer. Nee, goed. Finn die krijgt dan weer hulp van zijn chickie die nog even moet gaan regelen daarvoor. Nee, maar goed, die regelt ook wel iemand. Dan gaan we allemaal geblinddoekt zitten en dan gaan we gewoon een potje tegen elkaar spelen. Misschien dat Pieter oom op een bakfiets daar ook wel even aan mee wil doen. Maar misschien heb jij zoiets van, nou, daar wil ik ook wel aan meedoen of wat dan ook. Wat je moet hebben. Ja, wat je moet hebben, wat je eigenlijk moet doen, is gewoon eerlijk spelen. Kijk, wij kunnen het allemaal opnemen natuurlijk. Heb je zelf zoiets van, nou weet je wat, ik kan het opnemen en ik kan het met een webcam opnemen en dan kan ik zo laten zien dat ik wel geblinddoekt speel en zo. Natuurlijk mogen we geen headset gebruiken of wat dan ook, dus we hebben totaal geen contact met elkaar ook. Dus ja, dat is misschien ook wel een keer leuk om te doen. Ik ga dit eens even uitwerken, ik ga eens even goed nadenken hoe we dit kunnen gaan doen. En ik ga het er natuurlijk ook even met de jongens over hebben. Misschien vinden ze het wel heel erg leuk, weet je. En misschien hebben ze wel zoiets, of andere YouTubers die zeggen van, wauw, dat is op zich een leuk idee. Gewoon blind een gameplay doen. En ja, weet je, het is weer eens heel wat anders. En ik denk dat je er ook wel een beetje fun op krijgt. Want dan heb je ook wel een beetje dan moet je ook echt mazzel hebben mocht je iemand raakschieten. Kijk, wat wij deden natuurlijk, wij waren geblinddoekt en de tegenstanders niet. Dus dan is het voor de tegenstanders ook fucking simpel om gewoon te killen. Nou, ik zou zeggen, check gewoon die fit even, staat op de kanaal van Fish. En het is gewoon echt wel leuk om naar te kijken.
check ik nog even gauw mijn stats. En weet ik ook een beetje, ik zie het nu ook gewoon van dat mijn gameplay bijna is afgelopen. Nogmaals, ik ga gewoon nog even kijken naar hoe ik dit ga uitpakken, hoe ik dit ga doen allemaal. Natuurlijk ga ik het er even met de jongens over hebben. En daar krijgen jullie ook zeker meer van te horen. Ik hoop dat jullie deze commentary leuk vonden. Ik hoop dat jullie de gameplay leuk vonden. En ik hoop ook dat het is opgevallen dat het gewoon superveel lekt. En ja, ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk geen reactie achter te laten. Of je vaker gameplays wil zien met shotgun. En dan zou ik zeggen, bedankt en tot later. Ciao. Oh ja, vergeet natuurlijk mij niet te volgen op Twitter. In verband met de subbox wat af en toe faalt. Later. Mazzel. Ciao. Good job, SEALs. Stand by for further orders.